is voor de zonnepanelen. De opwekking van de zonnepanelen. Een nieuw helder huisstijl van Koelwijk. Een nieuwe kantine voor het personeel. Als je morgens even lekker een bakje koffie kunnen drinken. Ja, dat is lekker. Ja, koffie. Hals. Dit is de verpakkingsruimte waar alle verpakkingsmaterialen staan. We hebben hier een eigen bron waar het water op pompen. Het water wordt helemaal gezuiverd, zodat er steeds minder kalk in het water zit voor het reinigen van de benedenruimtes. Dit is een buffervat van 10.000 liter water. We warmen het water op met de warmte van de koelmotoren. We koelen met CO2. De motoren geven warmte af en daarmee wordt het water opgewarmd. Dit is de luchtcompressor. Hier bufferen we lucht, vooral lucht wat beneden bij de machines in de verwerkingsruimtes gebruikt wordt. Je staat dit mooi te vertellen, maar vertel eerst eens wie je bent. Ik ben Frans Draar, General Manager van Koelewijn Alsma BV. Ik werk al ruim 20 jaar voor de firma Koelewijn en ik ben zeer trots op dit mooie bedrijf. We hebben ruim 500 zonnepanelen op het dak liggen. Als de zon volop schijnt hebben we zoveel energie dat we te veel hebben. Dan leveren we terug aan het netwerk. Op deze manier zijn we vrijwel energie neutraal. De invetter hier die onderkoepel eigenlijk. Ja? Dat is de verkoopafdeling voor Koelewijnse haringleggerij. Hier op deze locatie wordt de vis gerookt en geproduceerd. En dat wordt dan getransporteerd naar Koelewijn en vanuit daar is de verkoop. Jullie pendelen dus hier vandaan de hele dag heen en weer? Ja, niet de hele dag. Nee, met heftruckjes of vracht? We hebben een mooi laaddok hier beneden. Er komt de vrachtwagen voorrijden. En dan wordt de spul geladen. Hiertussen hebben we een technisch plafond van 1,80 meter hoogte. Hier ligt het kloppend hart van de firma Koelewijn. Alle leidingen liggen er, gasleidingen, elektra, water, alles wat er nodig is om het bedrijf draaiend te houden. Vanaf deze ruimte kunnen de monteurs hun werk uitvoeren. Wanneer zijn jullie begonnen met de eerste plannen voor dit gebeuren? De eerste plannen lagen al in 2015. En toen zijn we begonnen met de ontwikkeling. Zodoende heeft een hele lange aanloop gehad. In 2017, april uit mijn hoofd, is de eerste paal in de grond gegaan. En nu zijn we 2018 maart, staat er een schitterend nieuw pauw. Op zich toch nog wel vrij snel, vind ik. Zeker, eigenlijk vanaf de eerste paal tot aan nu toe is er in een jaar tijd staat er een schitterende firma. De koelinstallatie die geplaatst is door Bord de Graaf. Dit is een CO2 koelinstallatie. Dat is de nieuwste techniek, koeltechniek. Milieuverantwoord. Met deze motoren die geven warmte af. Hiermee gaan we het water opwarmen die u net in de 10.000 liter vat heeft gezien. Zijn er nog meer plaatselijke bedrijven bij betrokken geweest? We hebben heel veel plaatselijke bedrijven. Koelewijn bouwbedrijf was de hoofdaannemer. Bord de Graaf was voor de koeltechniek. Van de Hoge Engineering voor de elektra. Kiwi ten Teraar voor de dakbedekking. Hein en Hopman voor de volledige luchtinstallatie, toevoer. Zo gek kun je het niet bedenken. Klimaatbeheersing. Dus een echt sprakenbeursbedrijf? We hebben zoveel mogelijk plaatselijke ondernemers de kans gegeven om hun werk hier uit te voeren. Dit is de warmtewisselaar. Hier gaat het water doorheen en wordt het verwarmd. Elke afdeling heeft weer zijn eigen hygiënesluis. Die is nu nog even afgedekt met een plaat. Die is even afgedekt voor, met een plaat voor de opening. Anders moeten alle mensen over de borstels heen lopen. Dit is de goederensluis. Hier is de aanvoer van de goederen in de diverse verwerkingsruimtes. De transportlift. Hier komen alle goederen binnen. Met de transportlift kunnen we alle verpakkingsmaterialen naar boven brengen.
Alles wat zoveel mogelijk elektrisch kan zijn, is voorzien van elektra. Doordat we onze eigen elektra opwekken, willen we dat zoveel mogelijk gebruiken. Dit is de koelcel voor de inkomende goederen, voor de rokerij. Dit is een stripmachine om de makreel te strippen. In de rookruimte, dit zijn de machines die de rook gaan voorzien in de rooktunnels. Er zit een reinigingsjongen in. Na het rookproces wordt de tunnel volledig automatisch gereinigd. De deuren kunnen maar aan één kant open als er rooktunnels in het bedrijf zijn. Het is of aan de verwerkingsruimtekant of aan de gereed productkant. Dit is de inpakafdeling voor de rokerij. Dit is de wasruimte. Hier worden de rookrekken na gebruik gereinigd. Zijn we hier bij de opening van Koelewijnse Haringleggerij, de nieuwe loods, en dan kom ik de architect tegen. U heeft dit hele spulletje op de tekentafel gehad? Klopt, ja. We zijn vanaf het begin af aan bij de nieuwbouw betrokken geweest. En nu ik hier zo rondloop, is het alsof ik hier thuis ben. Als je de dingen bedenkt, dan zie je ze voor je. En als ik daar nu rondloop, dan voelt dat heel vertrouwd aan. Dat is echt leuk om te zijn. Dit is de Koelcel gereed product voor servicing. Dit is het laadperron. De vrachtwagenchauffeurs gaan hier met gesloten deuren aandokken, zodat de kou in de trailer blijft. Daarachter is het ook 4 graden. Zodra de deur open gaat, hebben ze minimaal koudeverlies.